Supergoed. Ja. Zijn is het? we alweer een weekend verder? Dat gaat echt snel. Ja, je ging, je ging dit weekend uh, ging je iets doen. Je ging, uh, je ging met een goede vriend afspreken, toch? Ja, klopt. Hij is, uh, hij is hier een lekkere zaterdag, is hij komen chillen. Zij dus komt eigenlijk uh, uit Den Haag, maar hij miste toch ook wel uh, ja, een beetje contact, zeg maar. Dus hij is naar Maastricht gekomen en hij heeft ook een tijdje bij mij thuis gewoond. Dus dat is altijd... Uh, dit is eigenlijk zijn vakantiehuisje nu. Uh, ja, wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk gewoon... Je kan niet zoveel doen natuurlijk nu. Hè? Dus wij, wij hebben gewoon een stukje gewandeld hier in Maastricht door de, door de Hoge Front. Uh, en uh, ja, even door Maastricht zelf. Maar, maar alles is dicht. Dus in principe is het daar ook bij gebleven. We vonden nog bij de, uh, bij, de, bij de Daily France was het geloof ik... Hebben We nog een flesje drinken kunnen scoren, en voor de rest was het allemaal dicht ja, lekker. Dan opeens zo'n heel rustige, rustig Maastrichtje. Dagje Maastricht dan ja, heb ik ook niet vaak. Nee, nou, ik vind het. Ik vind het niet zo heel erg eigenlijk. Uh, ik vind het wel fijn dat het een beetje rustiger is. Uh, buiten Het is dus natuurlijk de omstandigheden zijn niet zo fijn, maar ja, ik weet het niet. Dit het, uh, het is anders. Het is uh, dat, is het is zeker anders. Ja, ja. En bij jou, wat heb jij nog gedaan? Nou, ik heb gewandeld. Gewandeld. <laughs> ik heb, gewandeld. Echt, uh, ik heb uh, mijn uh, telefoon grotendeels met rust kunnen laten. Super. Of in ieder geval de telefoon heeft mij met rust kunnen laten grotendeels. Ja. Uh, niet, niet helemaal, dus dat was niet ideaal, maar toch. Uh, maar ik heb gewoon tegen het werk gezegd van ik ben er ook echt dit weekend niet. En, uh, ja, precies. Jammer, joh. Dus en dat is wel goed gegaan. Ik heb gewoon mijn mailtjes die door binnenkwamen gewoon ook weggestopt en, uh, en pas echt maandag geopend. Ja. Dus ik heb mij aan uh, mijn belofte gehouden, of mijn poging tot, of mijn taak wat ik had van de vorige podcast. Ik denk dat Nina nog uh, bruidskleren aan het passen is. <laughs> ja, dat uh, zou ik kunnen. Maar heb jij, uh, heb jij geen eten besteld? Heb jij gekookt? Heb ik gekookt? Oké, okay, dit is echt een hele goede vraag. <laughs> ja, ja. Hebben wij eten besteld dit weekend? Zo, dit wordt even effectcheck. Het, het is echt super hard aan het nadenken. Nu. Shit, nee, ik ben naar de New York pizza geweest. Met die vriend. Oeh. Ja, ja, dat maar het he? is het zelf. Ik ben het zelf gaan halen, dus dat is, niet, uh, dat is geen thuisbezorgd, nee, nee. toch? Uh. Jawel, dat is thuisbezorgd. Nee nee, 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 thuisbezorgd. Het ging, erom dat jij, het ging erom dat jij zou gaan koken, daar ging het om. De dag erna heb ik wel gekookt, volgens mij. Toen heb ik. Uh, oh, Klinkt ik als slecht Wordt hier ontkracht. <laughs> dus ja, jammer dan. <laughs> nee, wat hebben we toen gegeten? Johnny Rap. Oh ja, toen hebben we uh, Johnny Rap gegeten. De, uh, weet je wel, ken je die? Johnny nee. Rap in Maastricht. Nee, dat is echt, uh, echt super lekker. Die maken echt super gezonde uh, shizzle. Dus dat is wel een goed alternatief uh, voor als je veel uh, afhaalt, omdat als je een keer iets gezonds wil. En, uh, ja, ik heb toen een rap gehad met. Uh, wat was het ook alweer? Carpaccio, ja. Ah, dat is wel nice. Ja, dat is super ja. nice. Maar het is en, niet thuiskoken. <laughs> ja, weet je, weet je. Het is al wat gezonder. Dat, uh, dat is voor de volgende keer. Vanavond uh, wordt er wel gekookt. Denk ik. <laughs> <laughs> Hoop je, denk je. Ja, <laughs> het is echt ja, ja. afhaal leven. Ja, ja, niet zozeer als je afhaalt, leven. Ik vind het gewoon echt niet leuk koken, dus dat kan ook gewoon echt niet. Uh... Ja, soms wel, maar dan is het bij mij is het een beetje alles of niks. Ook qua, qua fitness en zo, dan is het of alles helemaal goed achter elkaar. En dan, ga, en dan ben ik ook boos op mezelf als ik pizza haal. Uh, of het is gewoon, ja, het maakt helemaal niet uit. En dan ga ik inderdaad gewoon best wel vaak afhalen. Of... Ja, je zal maar in België wonen, hè? In België? Ik woon niet in België. Nee, ik zeg je zal maar in België wonen, want dan kan dat allemaal niet. Dan kan je niet zomaar maar op mijn een frietkot, toch? Ja, zouden ze dat niet doen? Het zijn wel Belgen, hè? Het zijn wel ja, frieten super. waar het over gaat. <laughs> dat is waar. <laughs> ja. Nee, uh, ja, ja, ik weet het niet. Uh, de frituren daar zijn waarschijnlijk ook dicht, of niet? Die ja, zijn ik wel, ja. strenger hebben dan, uh, dan ons. Ja. Mm. Ja, ah, wie kijkt niet? Zou ik ze even moeten checken? Ja, jij kan het makkelijk checken. Ja, ik ook wel, maar het toch... Want, ja, ik weet niet, afhaal... Mag afhaal nog dan? Nou wel. Ja, dus... Ja, in Nederland wel, ja. Alleen, uh, ik woon natuurlijk in een klein dorp. En ja. uh, dat heeft heel veel voordelen. Maar één, één nadeel, er zijn niet zoveel van die eettentjes. En dan ja. zou je verwachten tot er uh, een aantal open zijn. Nou, dat, dat klopt, hè. De... de uh, uh, de Shawnee tenen, zo, dat is wel open. Yeah. Maar degene waarvan je denkt dat is nou echt iets wat afhaal is, dat is namelijk yeah. die Chinees, die hebben toch wel een luikje. Die is dicht. Uh, echt? Dat je, ja, dat jij denkt, je gast, je hebt zelf een luikje. Ga achter staan, achter een luikje, laat ons ervoor staan, op anderhalve meter afstand, allemaal. Ja. Yeah. En het zou een prima, prima ding zijn, maar nee, die is dicht. Dus dat is, wel, dat is wel jammer, want als ik iets zou willen eten nog van afhaal, zeg maar, dan zou. Ja, het, precies. Ja, ja, ja. Ja, misschien zijn zij, zijn zij extra voorzichtig of zo. Ja, nou... Dat ze zoiets hebben van, oh, de overheid zegt dit, dus we gooien alles dicht. Ja, nou ja, het, uh, dat kan, maar je bent ook ondernemer. Ja, ja dat ja. zou ik ook denken, inderdaad. Ja. Ja. Of zij zijn ja. al binnen, dat zou ook kunnen. Of ze hebben alle handeltjes, dat kan sowieso altijd. Ja, dus, uh, precies, uh, dat... Uh, nou, als je kijkt in de frituren hier in de, in de buurt, uh, daar zitten toch ook veel uh, Chinese mensen achter ondertussen. Ja, ja, ja. Het wordt één voor één overgenomen. Hè. Dat is allemaal geen inderdaad, point. inderdaad. Chinese nou, maffia. Zolang het lekkere friet is, is het prima, toch? Ja, joh. Helemaal ja. prima. Maar we zitten al op dinsdag. Ja. Want uh, blijkbaar nemen we niet op maandag op, maar, uh, maar een dag, dag later. Ja. Pas, pas zo beter in onze schema's, blijkbaar. Ja, dan maar, kunnen we uh, eventjes bijkomen van het weekend. Ja. <laughs> Dat is het. Daarvoor is het hier die maandag. Dat moet ook gebeuren. Ja. ja. Maar we gingen in deze podcast eigenlijk een beetje vooruitkijken. En dan ja, de komende week. week, weer... week ja. Ja. Nou. Wat, uh, wat staat er op jou allemaal op de plein? Buiten het feit van de mensen die meekijken: hier is ze echt super druk aan het gamen. Ja, 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 ik kan, ik kan uh, multitasken, dus het komt helemaal goed. Ja, ik zou op afstand FIFA kunnen gaan proberen, maar laten we dat niet proberen. Uh, uh, Call of Duty was het, hè? Ja, ik doe nu uh, Warzone, dat is een soort van: uh, ja, dan heb je gewoon één grote map. En dan moet je als laatste overblijven van 150 spelers, en je bent dan in een team van drie. Maar ja, mijn team is alweer ver te zoeken. Geen idee waar zij zijn. Maar ik zit ergens in een uh, raar Een uh, beetje rondrennen. Maar ja, dus het is de truc om, uh, om te blijven leven zo lang mogelijk. En die andere teams is dus eigenlijk uit te schakelen. Dus je zit gewoon ergens te campen en dat zit. Nee, 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 nee. Ja, dat, dat kan. Dat kan. Maar het zijn in Counter-Strike dus... was het gewoon. In, in die Italian Map was dat volgens mij. En dan kon je ergens bovenop springen. En dan kon je in een kamertje inspringen En dan, ja, daar kwam niemand... Er was maar één ingang, zeg maar. Dus daar kon je rustig zitten snijpen. Ja, ik had gisteren wel zo'n... Uh... Ja, deze map is wel echt dusdanig groot... dat je ook echt wel op pad moet. En ze, ze maken hem zeg maar steeds kleiner. Dus hoe minder spelers er zijn... dan komt een soort van rondje En die cirkel die wordt steeds kleiner. Dus je wordt ook wel... Als je op een plekje zit... word je er ook wel vanzelf weer uitgejaagd. Tenzij je natuurlijk echt... <coughs> In het midden uh, van die cirkel zit. Maar ja, die cirkel verspringt nog wel eens. Dus dan is het een beetje moeilijk om uh, te bepalen waar die, uh, waar die uiteindelijk uit gaat komen. Maar, maar gisteren, het wel... ja, ja, het uh, gisteren had ik dus wel... Ja, ja, is wel leuk. Gisteren was ik dit ook aan het doen. En toen had ik ook een, net een goed huisje te pakken. Dus zat ik volgens mij op de wc of in de badkamer of zo te wachten. Gewoon met mijn, met mijn pistool en... Uh, ja, Toen bleef ik echt heel makkelijk tot een van die laatste over, en toen kwam ik Twc uit. En toen knalde ik dan ook drie neer, en ja, toen had ik gewonnen. Terwijl ik had helemaal niks gedaan in principe, gewoon verstopt. Oh, dus oh, ja, ja. Het kan wel, maar ja, de kans is echt uh, dat je dat lukt is wel redelijk klein. Bij deze, dus ze hebben wel geleerd, de, de spelletjesmakers. <lacht> 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 maar je hebt nog geen Twitch-kanaal opgezet zodat je dat kan gaan streamen en geld kan verdienen? Kan dat. Ja, zeker kan dat. <laughs> en met jouw fame dat je hebt, met al die, uh, al die fans van Spoil Engine. En dan kun je een potje tegen jou gamen en op betaal je dan voor. Hey. Serieus? Tuurlijk wel, waarom niet? Holy dan shit. Dat is leuk. Ja, daar moeten moet we straks <laughs> even over hebben. Ja, ja, podcast, ja dan, wat, dan, uh... moet, dan moet je gewoon uh, 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 de, de Leslie even vragen. Van Wie? de Moor. Leslie, Leslie Klaverdijk, oh. van de Moor-podcast. En de oh, bassist oh, yeah. van Call it Off is dat. Ah. en natuurlijk de boeken van Popo Volt. en die, oh, okay. die, die, zat, die zat, zat, zat natuurlijk gisteren in de in Q talk ja is Q, Q talk nummer vijf uh, alweer. ja die die doet dat die kan dat ik weet niet of ze hier ook geld voor vraagt maar die weet wel goed met ik, ik zou echte uh, ik heb daar echt geen verstand van ik kan FIFA spelen en dan houdt het op ja zelfs formule 1 is moeilijk maar uh... ja nou ja ik ben ook niet echt bijster goed dus ik weet niet uh, of dat uh... Nou, kijk, mijn, 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 mijn mannetje is heel goed. Maar dat is ook omdat het broertje <laughs> van mijn vriendin daar uh, op speelt, zeg maar, af en toe. Daardoor lijkt dat mannetje echt, echt, echt gewoon legendarisch. Maar uh, als je mijn skills ziet, dat is dan toch weer net een, een leveltje lager. Dus. Uh, ja, ik, 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 ga, ik ga eens kijken ja. of uh, wat er mogelijk is. Maar, uh, Alles voor de manies, ik een, hè? Ik moet nou een beetje oefenen. Ja, nou ja, vooral wat mensen leuk vinden. Ik, het, het stond sowieso al uh, even verklappen. Stond het wel op mijn to-do-listje om daar iets mee te doen, inderdaad. Omdat natuurlijk echt. Ik zie echt massa's mensen op Facebook om PlayStations kopen en zo. Nu met de hele lockdown. Dus ik, mm. ik had wel eens iets van ja, ik moet, wel, ik moet er eigenlijk wel gewoon even iets mee doen. Maar, nou ja, uh, ja, je, hebt, je, hebt, je hebt natuurlijk veel verschillende soorten spellen ook wat mensen spelen. En ik weet dat bijvoorbeeld een rapper uh, Lil MG, gast volgens mij uit uh, Noord-Holland ergens, uh, super toffe gast Miguel heet hij. Uh, en die, uh, die gaat dan uh, potjes FIFA spelen tegen fans. Hoe oh, dat is, dat soort vet. Ja, maar FIFA, dat het wel ik. FIFA, jongen, als ik FIFA speel, dan, dan, dan ik weet ik niet wat er dan in mij los wordt gemaakt. Maar dat is echt niet goed. Dit, dat dit is echt... gewoon kapotte controllers, dat, dat maakt dat los. <laughs> ja. ja, dat is echt, ik weet niet wat dat spel heeft, wat andere spellen niet hebben, maar dat is echt, ja, ja nou. Call of Duty kun, kun je al je rust doen, maar FIFA is gewoon agressie, pure agressie. Nou... Ja, nou ja, hier, hier word je ook wel eens kwaad. Als is je zo net, als je bijvoorbeeld 25 minuten hebt gestoken in die, in die warzone-stuff uh, en je wordt tweede, wat mij eigenlijk tien keer is overkomen of zo. Dat is ook wel, ja, word je ook wel boos van. Maar met FIFA, I don't know. I don't know. <laughs> FIFA is echt gewoon even een speciaal plekje wat gewoon naar de duisterste krochten van je ziel gaat als je dat verliest. Maar je bent niet eens voetbalfan, toch? Nee, nee, eigenlijk nee, totaal nee. niet. Nee. <laughs> nee, ook dat nu niet. Nee, nee, ik, uh, ik speel... Wat speel ik altijd? Volgens mij speel ik altijd met... Uh, als ik het speel met Barcelona, speel ik, al, ik... Ik heb het vroeger wel gehad. Ik heb het nu niet op deze Playstation, maar ik had het vroeger wel op mijn oude Playstation. Toen speelde ik gewoon altijd met Barcelona. En uh, verder keek ik niet echt naar teams of naar uh, uh, andere dingen. Gewoon één gewoon van de beste teams pakken en dan uh, altijd winnen. Precies, ja, ja, nou ja, binnen ja, spelen, spelen ja, inderdaad. spelen, gewoon, gewoon door blijven <laughs> gaan, inderdaad. Hij oh, speelt ah, ja, alleen ja. maar FIFA dan? Ja. Als, het, okay. oh, ja, als ik nu zeg dat is het enige spel wat ik op die Xbox heb, is niet helemaal waar, want, want ik heb ook ergens een schijfje van Formule 1 liggen, maar uh, uh, verder heb ik eigenlijk geen, geen spellen. Nee, ik heb, uh, ik heb gewoon altijd een Xbox en daar zit FIFA in, en tegenwoordig gaat dat op download, dus dat, dan hoeft dat schijfje niet erin te duwen. Dus het schrijfje yeah. van Formule 1 zit erin. <laughs> en yeah. FIFA is gedownload. En dat zit. En verder heb ik niks nodig. <laughs> Formule 1, iedere keer als ik opsta, denk ik, nee, ik ga toch maar weer FIFA spelen. Ja, precies. Ja, ik heb ook wel een paar spellen gekocht. Weet je, dan krijg je van die. Ik heb dat dus de, de, Je weet je dat ik weer, PlayStation Plus of zo. En dan uh, ja, krijg je zo'n korting op bepaalde spellen elke maand. En dan, dan, dan koop ik wel eens iets. Maar uiteindelijk. Ik ben de hele tijd Call of Duty aan het spelen. Het lijkt net alsof je zo dat ik geen zin hebt om die andere spellen dan uit te proberen. Wat had ik nog laatst? Even kijken hoor. Ik kan in mijn menu kijken. Uh, hoe doe ik dat? Oh nee, ik moet Call of Duty eerst afsluiten. Uh, Uncharted. <laughs> Uncharted heb, oh, ik laatst, uh, heb ik laatst gekocht. Dat is een beetje zo'n adventure game toch? Waar je een beetje aan het rondtuppelen bent, zoals uh, Tomb Raider destijds. Ja, precies. Ja, ja. heb ik ook. Die, de laatste toen heb ik ook. Uh, ja, ja, ik weet niet of het zelfs de laatste is, maar die heb, ik, die heb ik een keer gespeeld toen ik een huisgenootje had die ook een Playstation had. Dus die heb ik ook wel gespeeld. Vind ik ook wel heel leuk, hoor. Ja, een beetje rondrennen, een beetje task doen en dat it. Ja, precies. Ja, nee, ik heb echt gewoon sinds uh, FIFA 94 of zo. 94 of 95. Elk jaar gekocht ook, of ja, ja. Uh, blijf je of, dan of, uh... of, of heel braaf gedownload, één van de twee. Ja. Maar uh, nice. ja, dat. En dat is ook nooit veranderd. Ja, ik heb natuurlijk wel heel veel andere spellen gespeeld. Ik heb uh, heel veel tijd gestopt in, uh, in uh, Counter Strike 1.6 mm -hmm. en in uh, World of Warcraft. Mm. En dat was dat was echt, uh, die twee was echt uh, te veel tijd wat erin is gegaan zitten. Ja. <laughs> en, dan, en dat is ook wel een beetje, ja, nou, het, het is een beetje die, die, die tijd dat dat kon natuurlijk. Ja, precies. Uh, ik weet niet of ik dat nog kan, uh, kan terugzoeken, maar vroeger had je, had je een, een, een site, Xfire heet dat. Mm -hmm. Ik weet helemaal niet als ik daar nog wel ergens een login van heb. Maar, dat, uh, maar die hield dan bij hoeveel uur je gegamed had en zo. Oh, ja. Ja, dat was niet zo erg. <laughs> dat, uh, dat deed echt pijn. Maar het gaat ook uh, echt wel snel hoor. Je perceptie van tijd verdwijnt gewoon als je daar lang mee bezig bent. Zeker waar. Ja, ach, de, de, toen met, met World of Warcraft, dat was niet helemaal een begin. Want ik speelde dat, toen wilde ik het niet spelen. Toen ging het uit, toen ging het spelen. Dat een beetje de ja. uh, Maar dan zat je op een gegeven moment gewoon in een deel en dan zat je al zeven uur aan. Weet je. Dus dat, dat sleurt echt tijd. Terwijl FIFA is gewoon 15 minuten en dan kun je yeah. stoppen, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, ik zie nu net op mijn tv. Mijn zus komt online. Dus ik ga eens kijken of mijn zus uh, mij nu toevoegt. Ja, ja. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Daarom, daarom wou ik dat. Uh, ik heb bijvoorbeeld alles mijn PlayStation, uh, hoe heet dat, ID of zo? PlayStation ID of PlayStation, weet ik veel. Ik hou al die namen ook echt niet uit elkaar. Ze verzinnen elke keer weer iets anders. Uh, Gescheiden op Instagram. Dus ik heb echt super veel mensen die mij hebben toegevoegd. En dat vind ik ook wel leuk om zo met mensen samen uh, samen te spelen. Dus echt... Ja, ik heb ik heb dat op mijn Xbox niet. Ik heb dat dat is zo'n zo'n Xbox Gold wat je dan moet hebben of zo voor weet ik veel hoeveel euro per jaar. Ja. Ja, nee, dat ik ga dat niet doen. Ik speel Ik speel gewoon uh, single play FIFA. Dat is gewoon tegen de tegen de Xbox en dat zit. Oh, oké. Okay, ja. Yeah. Dus ik heb, die... ik, heb nog, ik heb nog nooit ingelogd op dat uh, op die uh, op die uh, server zeg maar. Ja, precies. Maar speel je hem niet helemaal als je als je het zo vaak doet, speel je die computer dan niet echt het is gewoon super hard eruit ja. elke keer. Ja, ja. hoe ook je ook je klasse zet, op een gegeven moment lukt je dat toch wel. Ja, precies. Maar dan komt waarschijnlijk het nieuwe spel weer uit. Dus het een beetje een beetje opbouwen, zeg maar. Ja, Zeker ja, richting, ja. richting de zomer, en net na de zomer komt dat spel dan weer, uit, ergens in september of zo. Dus dan kun je in de zomer kun je dan op de hoogste klasse spelen. Ja. Zonder al te veel problemen. En je moet ook af en toe verliezen. Dat is ook geen probleem. Dat boeit me ook, ja. ook niet. Maar uh, Op een gegeven moment ben je het zo beu, dan heb je drie, vier clubs gehad, dan heb je alles ja. gewonnen wat je wilde winnen. Dan heb je alle spelers gehad die je wilde hebben, en dan begin je weer opnieuw. Ja. En dan je dan met, met zo'n zo klein clubje om je dan weer op een beetje op te, op te bouwen, of zo ja, precies. Maar, ja, je moet iets te doen hebben. Ja, klopt. Ja, ja, vooral nu. Weet je, als het echt, als ik het als ik gewoon een, uh, ja, een volle zomer heb of zo, ja, dan ga je me echt niet achter die PlayStation vinden, maar nu, nu doe ik vaak. Uh, uh, ja, ben ik, tot, ik word s'avonds, zeg maar, vrij actief. Dus dan ben ik s'avonds. <laughs> uh, uh, ga ik dan meer mijn dingen doen die ik moet doen, zeg maar, raar genoeg. En uh, ja, s ochtends of overdag zit ik even de PlayStation. En wat heb ik vandaag nog gedaan? Ik ben vandaag bijvoorbeeld. Uh, oh ja, oh ja, ik heb een nieuwe uitdaging. En dat is een, een, een bankje zoeken voor op mijn balkon. Dus ik woon op een appartement. En ik heb. Ja, mijn balkon is gewoon gemiddeld, zeg maar, qua grootte. Ik zoek daar dus een bankje voor. Maar eentje in zo'n L, zeg maar, dat je er ook gewoon lekker in kan liggen. Nergens te vinden. Maar zo nergens te vinden? Omdat dat je al die winkels niet in kan? Of nergens te vinden omdat je gewoon niet de juiste site hebt geopend? Nou, nee, jawel. Ik ben wel de, de winkels in gegaan. Maar het is of het zit echt ruk... Uh, of het is te groot, zo net te groot. Weet je, dingen zijn meestal gewoon voor in de tuin. Dus ja, op een balkon is dat al iets moeilijker. Mm -hmm. Of te massief. Ik wil niks wat heel erg ja, dik is, zeg maar. Wat zo afgesloten is onder. Dus ik heb soort van in mijn hoofd wat ik wil. Maar ik vind het nergens. En dat is zo, zo vervelend. Dus als mensen die dit luisteren uh, tuinmeubeladvies hebben, let me know. Want uh, dit is wel echt een. Uh, ik ga dat bankje echt nodig hebben. Met, uh, met deze zomer en deze zon en deze lockdown. En, en, en tuinmeubelen.nl tuin is niet genoeg. Nee, want let ik ben. op, let op ik, met het Nederlands. Het bestaat, het bestaat. Tuurlijk, het bestaat. Tuurlijk bestaat het. Maar, maar dat, ik, heb, ik heb inderdaad online wel een paar dingen gezien. Maar ik ben dus ook in fysieke winkels gaan kijken. Ik denk een stuk op vijf of zo. Die zijn allemaal nog open. Uh, met een mooi waar je dan een mooi karretje moet pakken en anderhalve meter afstand in je handen wassen en zo. Maar ze zijn wel nog open. Alsof je in dat karretje zo'n bank kan smijten. Uh, ja, precies. <laughs> maar dat is dan voor die andere. Dus ik denk dat iemand heeft bedacht nu van. oké, okay, een karretje is ongeveer anderhalf meter of zo. Denk het niet, dus, maar oké. Okay. Uh, laat iedereen met zijn karretje lopen. Terwijl iedereen loopt, zet zijn kar ergens neer en die loopt weg. Dus uh, ja, ja uh, nu niet helemaal het gewenste effect. Maar uh, ja, ik ben dus in bijvoorbeeld Praxis, uh, mag ik dat zeggen? Mag ik zo'n winkelnaam ja, zeggen? Ja, praxis ja. en Gamma en uh, Leenbakken, waar ben ik nog geweest? Um, en dadelijk ga je nog zeggen... Action. Dat goed... <laughs> action, waarom denk je ja. dat er bij de Action zo liggen? Ze hebben ze, maar ze waren zo lelijk dat we ze hebben laten liggen. Oh. Dus dat hebben we niet gedaan. En waarom ik heeft zeggen... de Action zoiets? Ja, Action heeft alles. Echt oh alles. Dat is echt... Ik weet niet, ja, zelfs dingen voor de auto hebben ze bij de Action. Uh. Dus ja, uh, oh yeah. I don't know. Ja, je moet iets, uh, iets verkopen, dat is ook wel waar. Ja, uh, Ja, het, je zou het niet verwachten eigenlijk. Nee, maar oké, okay. Time mobile. ik heb een bankje nodig, niet te groot, het liefst een L vorm. Uh, met goede kus. tuin ben ik ook geweest en daar hebben ze super mooie, leuke dingen. Maar wel echt voor een prijs waar je niet goed voor wordt, zeg maar. Ja, maar we uh, kaderen het een beetje. Dan hebben de mensen ook een beetje het idee wat ze mee moeten zoeken. Want ik ben, zit nu alweer op I Ikea en ik denk, nou, dit is toch allemaal prima? Echt? Ik heb Ikea. Op wat ben jij precies aan het zoeken op Ikea? Want. Uh... Ikea en dan tuinmeubels, zit- en relaxmeubels en dan zit-elementen. En dan moet je wel een hoop kussens, denk ik, inknikkeren, want het ziet er echt uit alsof het gewoon één houten, houten plateau is. Ja, oké, okay, wacht, wacht. Oké, okay. ik wil dus geen hout, want hout wordt grijs als dat daar een tijdje staat. Uh, en in mijn balkon is echt zo zonnig uh, dat droogt helemaal uit, dus dat is niet goed. Het uh, nee, is uh, uh, polypropeen en polythene, Kan dat? Oh ja, dat is plastic. Oké, okay, ja. nou plastic. Uh, uh, voor één elementje 150 euro. En dan kun je de verschillende elementen achterlang zetten volgens mij. Oh, Oké, okay, dat is Oké, okay, Ikea. Ik ga, ik ga straks ja. opnieuw bij Ikea kijken. Want ik heb waarschijnlijk gewoon weer lomp ingetypt. Weet je, dan ben ik het zoeken... en dan is het echt een soort van type rage wat je krijgt. En dan wil ik gewoon wat ik wil krijgen, zeg maar, veel te snel. En dan, ja, zoekwoorden is niet echt mijn, uh, mijn allerbeste... Ja, hier, hier, een drie-zits mobileren bank voor uh, 500 euro. Oh, dat is wel nice, ja. Yeah. En er zit ja, zo'n dus ook... zo onderkant in, zeg maar. Maar wel met kussens al. In ieder geval, oh. ze staan op de foto... Dus ze zullen er waarschijnlijk niet bijzitten, Ikea. Kennen ja, nee, waarschijnlijk niet. Nee, ik heb wel, uh, ik, heb, ik heb ook nog een nieuwe bank besteld voor binnen, maar die is door alle uh, corona-crisis-dingetjes, uh, maatregelen, is die dus niet aangekomen. Ze hebben gewoon beneden neergezet, bedoel je of wat. Nee, 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 hij is gewoon. Ik kreeg een dag van tevoren. Dus ik had al. Weet je, ik had al zo afspraken gemaakt dat iemand mijn oude banken kwam ophalen en uh, alles geregeld. En toen kreeg ik een dag van tevoren. Van uh, ja, het gaat niet door uh, corona. Maar wat en hoe en wanneer dan wel precies. Dat uh, werd ook niet helemaal duidelijk. Niet. Ja, ja. dat kunnen die op een gegeven moment in de opslag ook niet meer aan. Dus op een gegeven moment zullen ze wel iets gaan doen. Ja, precies. Ja, ze zullen wel. Uh, ze zullen gewoon zeggen. Uh, ja, als, als ze, als ze, hem, als ze hem denken Nederland hebben, zullen ze wel weer bellen of zo. Ja. Nou ja, hier een, een, een L-hoek, uh, 600 euro. Alles is mogelijk bij IKEA. Mensen, IKEA. Nou, geweldig, geweldig. Nou ja, misschien krijgen we nu korting toch? Omdat ik nu minstens tien keer het woord IKEA heb ik gezegd in deze podcast. Ja, jij krijgt korting, wat krijg ik dan? Uh, nou, dan mag jij op mijn bank komen zitten uh, op mijn balkon. Voor de volgende podcast, ja, goed idee. Ja. Goed idee. Anderhalve meter, hè? anderhalve meter. Ja, ja, ja. Ligt eraan. Dat, tegen die tijd niet meer. En tegen die tijd wil ik ook niet buiten zitten, denk ik, in december. Als we de eindejaarspodcast doen. Ja, precies. Nee, dat is niet zo. Uh, nee, dat is niet zo geschikt, denk ik. Nou ja, of dan is het weer zonnig, wie weet. Ja, ja precies. Ja, nou, misschien wel. Misschien als het gewoon supergoed weer blijft nu. Ja, voor altijd. Voor altijd goed voor weer. Altijd, voor altijd. We blijven voor altijd binnen, maar we hebben ook voor altijd goed weer. Ja, nou, dat weet ik niet. Als C-trail goed werkt. Ja, nou, ja nee, denk ik niet. Maar, ja. maar je bent toch wel weer buiten geweest en dingen gedaan waarvan iedereen zegt dat moet je niet doen. Ja, klopt. Dat is waar. Maar wel met alle, alle, alle maatregelen die, uh, die je moet nemen. Dus ik hou me wel aan de regels. Ja, maar dat, dat is het ook lastig. Ik was nu gisteren weer die filmpjes van Diederik Jekel aan het kijken. En ja, het is natuurlijk ook lastig zo van. Dit wordt gezegd dat het mag, maar dat betekent niet dat je het moet doen. Ja, en er wordt net genoeg ruimte gegeven om eigenlijk mensen een eigen, eigen ding te laten doen. Ja, en, en net krap genoeg om wel geïrriteerd te zijn door die maatregelen, zeg maar. Ja, precies. Ja, nee, maar dat is, uh, dat is helemaal waar. Weet je, je kan het. Uh... Uh, ja, je, kan, je kan of zeggen van nou je mag echt niet naar buiten tenzij je boodschappen moet doen of eten moet halen, of je mag wel nog naar buiten um, om gewoon zoiets te doen wat ik doe, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja het, is, het is een lastige keuze. En uh, uh, het is natuurlijk wel zo dat op dit moment mogen we dat nog. En het precies. lijkt er eigenlijk voorlopig niet op dat het eigenlijk uh, strikter gaat worden, juist eigenlijk losser. Ja, ja. Door de cijfers uh, zijn we net iets positiever en er is licht ook optimisme, totaal nog niet over het feit dat iedereen wil bij elkaar maar kruipen en zo. En dat, dat soort dingen niet. Maar ja. hè, uh, toch minder ic-bedden, toch weer iets beter en iets minder patiënten. dat soort dingen. Maar uh, hoe, hoe snel slaat dat om? Naar nou, iedereen gaat weer helemaal los, weet je? Ja, klopt. Ja, dus altijd. Uh... Ik heb ook echt een beetje zelf het gevoel dat er weer steeds meer mensen buiten komen. Ik weet niet of dat een soort van, ik denk dat, dus ik begin dat te zien, uh, geval is. Maar als ik gewoon hier buiten uit het raam kijk, zie ik toch wel weer meer mensen buiten dan uh, pakken we een week geleden of twee weken geleden. Ja, maar toen was het ook allemaal weer. Nu is het ook echt wel heel fijn weer, denk ik, dat daar vooral in zit. Ja. Tot mensen toch ook wel denken, ja, maar het is mooi weer, ik ga nu maar even. Even een uh, wandelingetje. Ja, ja, ja. Ik, ik open echt gewoon even nu.nl om, om te kijken of er cijfers op zonde, die zullen vaststaan. Maar mijn eerste ding wat me ook... Woonboulevards, bouwmarkten en tuincentra zijn klaar voor het Paasweekend. Met de eerste zin, IKEA en designer Outlet Remond zijn gesloten. Eén. IKEA snap ik, want dat is een beetje een consumer wat, wat door heel Nederland ligt. Maar waarom noem je designer Outlet Remond? Alsof ja, iemand dat in Amsterdam je, boeit? Ja, dat is, ja dat, is, dat is ook wel waar. Ja, en de Duitsers we... mogen hier toch niet heen, dus dat maakt ook geen verschil uit. Nee, ja, misschien willen ze uh, dus ja. uh, de outlet sturen, I don't know. Ja. ja, maar ja, er gaat nu niemand naar het outlet, want die is dicht, staat hier. Maar ja. wie met Pasen echt iets van de bouwmarkt uit de woonwinkel of het tuinstraat nodig heeft, kan daar in principe terecht. Oh, heel voorzichtig, mooi geformuleerd. Ja. <coughs> Bij uh, Ikea kan je denk ik wel nog, als je iets ordert, kan je het wel gaan ophalen ja dan kan ik me wel voorstellen want het was gewoon uh, gewoon dozen schuiven op dat moment ja precies ja ja, ja. als dat werkt ja ja, ja. als wel. je als je een bankje nodig hebt moet je dat toch een keer opzetten nee nee ja, gewoon bestellen checken en terugsturen ja en dat is waar Nederland heel goed in is geworden ja ja dat is ook waar maar bij Ikea moet je het wel zelf gaan halen hè? moet je het wel zelf halen en uh, terugbrengen volgens mij thuis. Ja. Ook gewoon thuis. Alleen moet je gewoon betalen. Oh ja. Ja, oké. Okay, ja, dat doe ik dan niet. Ik heb zelf een auto. Dus dat is wel makkelijk om het, uh, om het gewoon uh, ja, zelf op te op, halen als ik iets nodig optalen, heb. Ja. Nou ja, chill. En dat waren die eerste twee dagen pas. Zo. Nog lekker druk. Ja, je moet bezig blijven toch? Je moet een beetje. Ja. Uh, kan ook de hele dag met gaan liggen. Maar ja, dat is ook weer zo saai. Met die PlayStation voor je. Nee, nee, ik heb mijn PlayStation Express gewoon uit mijn slaapkamer gezet. Omdat, uh, uh, ja, alles wordt het wel heel gevaarlijk, inderdaad. Dat moeten ja. we niet hebben. En hoe is, hoe is het op kantoor? Goed, goed. Ik heb morgen weer, uh, weer lessen staan. Uh, en dan, volgens mij, donderdag ben ik heel even in de studio. Uh, omdat ik iemand moet zien die ik uh, wat even niet. Uh, uh, online gaat zeg maar. Dus daar is het belangrijk dat wij elkaar wel face-to-face -face, uh, gaan zien. Uh, vrijdag weer Skype-lessen of online-lessen. En zondag ook. Dus uh, dat is eigenlijk om de dag nu dat ik dat doe. Oké, okay, oké. Okay. Uh, heel even tussendoor, want we zijn nu bijna een half uur aan het opnemen. Wat, wat helemaal prima is. Ja, yeah. maar uh, sta, sta jij zelf uh, vrij hart? Of klinkt het alleen maar in mijn oren zo? Ik weet niet, Als jij op je, je Even monitor een beetje kan zien. Ja, weet je wat het toe. is? Ik denk dat ik, dat ik soort van ben aan het schreeuwen. Om, ik heb in-ersen ja. in die ik voor ja, ik uh, uh, die helemaal afsluit. Dus ik kan ze een beetje ja. zo doen en dan ga ik iets zachter praten, denk ik. Nou, nou, je kunt ook op je, je focusrite gewoon je monitor iets anders instellen. Toch? Ja, ik denk dat het voor, voor opnames is dit, uh, is dit net goed, omdat die mic toch net weer wat verder weg staat. Nee, dat is, dat is, dat is prima. Dan, dat is helemaal prima. Dan komt het gewoon, ik, ik heb zeg maar, pas mijn, mijn focusride nog geen kwart open. En het klinkt al best, best luid, omdat ik mezelf anders weer niet goed hoor en zo. Dus het is een beetje. Ah uh, ja. Oh, ik, wacht, misschien, ik zal, misschien, ik zal stoppen ik met iets. schreeuwen. Ik zal stoppen met schreeuwen. Nee. Hey. Waarom ging dit lampje opeens uit? Nou, vaag. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat, uh, dat alles gewoon goed is gegaan. Het scheelt tussen 48 volt en 0. Maar, ja. Um, <laughs> ja. Uh, Oké. Okay. Dus ja, nog, nog, nog genoeg te doen dan. Maar ja, als wij vrijdag weer willen opnemen, moeten we even kijken dan. Uh, we ja, dat komt goed. Ik zit uh, ochtend, middag, dus namiddag heb ik, wel, uh, heb ik sowieso oh, tijd. Oh, dan gaan ja, we gewoon uh, vrijdag namiddag sowieso wel opnemen. Ja, nou, mijn uh, mijn uh, week ziet er nog een beetje rommelig uit, moet ik zo in mijn schema zien. Moet Wat ga je doen. allemaal doen dan? Ja, het, uh, <laughs> uh, ik heb gewoon morgen wel... Gewoon, ik heb gewoon de, de dinsdag, woensdag, donderdag werk ik gewoon. Van tien tot twee, zeg maar, iedere dag. Ja. En dan heb ik morgen nog een, een afspraak staan via Skype. En daarna wil ik even een stukje rennen. En daarna ga ik barbecuen. Oh, lekker. Waar ga je barbecuen? Thuis? Ja, of? Nee, een vriend van mij die zegt, kom je langs? Toen zei ik, ja, als alleen je vrienden, vriendin er is, zeg maar, en verder niemand. Dus dan zijn Precies. we met z'n drieën. Ja. Vind ik het oké. Okay, dan wil ik het wel aan. Uh, Wetende dat, dat hij ook gewoon niet ziek is. Want hij heeft echt gewoon echt wel... Van tevoren uh, ziek geweest en nu is hij uh, helemaal beter. Dus dat is hij inmiddels ook weer twee weken, dus dat durf ik ook wel aan. En hij ja. wordt niet zo heel vaak ziek, dus dat scheelt. Oké. Okay. Uh, ja, uh, pff, donderdag. Ik zie hier allemaal overleggen staan. Waarom... Oh, ja. Ik heb een overleg staan. Zorocht is vroeg meteen. Oké. Okay. Uh, daarna het volgende productieoverleg alweer, terwijl we geen producties hebben. Wat bespreek je dan inderdaad? Ja, een beetje gewoon de algemene uh, status, waar samen, hoe staan we met de boekingen en uh, wat moet er nog gebeuren of wat gaat er gebeuren. Ja. Uh, de vorige, vorige week duurde het heel kort, maar normaal gesproken natuurlijk met, uh, met het weekend opkomst, dan heb je nog genoeg te bespreken en dat is natuurlijk niet. Ja, maar ik precies. moet ook uh, twee clips afmaken, dus die moet ik ergens morgen tussendoor fietsen. Dan wil ik donderdag eigenlijk hopen dat ik de audio heb van de twee volgende clips. En dan die ook vrij verder afediten. En dan moet ik aan de clip van Mala beginnen. Dat weet ik ook Oh, nice. Doen. Ja. En dan vrijdag weer rennen. En nog een stukje werken. En dan aan de clip werken. En dan heb ik, als dat allemaal goed is, mijn weekend vrijgespeeld weer. Super. En dus wat ga je dan doen als, allemaal... als je is vrijgespeeld? Je... Oh nee, maar dat is voor de volgende podcast ja. natuurlijk. <laughs> Gaan we voor de volgende podcast. Dit ging echt onder met vrijdag, ja. Ja. Heel nou, maar toch, uh, toch best wel druk. Ja, maar dat is het. Ik heb ik bedoel, als deze podcast is afgelopen, ga ik weer de volgende podcast opnemen. Ja. Uh, dus uh, dat, dat, vandaag is dat dat ook weer uh, twee stuks achter elkaar. Ja, precies. Uh, en dan moeten die natuurlijk, ja, hoeft niet zozeer geëdit te worden, maar wel even gerenderd en gemaakt en zo. Ja. Dus dat is allemaal niet zo lastig, maar dan moeten ze weer geüpload worden. En dat duurt toch altijd weer even. Dus precies. ja, ik heb, ik heb uh, mijn aarde, uh, ik zit toch wel uh, iedere keer aardig vol en ik heb eigenlijk wel nog steeds genoeg te doen. Zonder me echt te vervelen, ja. moet ik zeggen. Nou, dat is en vandaag echt werd, uh, werd uh, de, 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 de hoster van de website een beetje boos. Ik vroeg weer om extra gigabytes en dat vond ik niet zo grappig. <laughs> Dit zijn echt de laatste, weet je, dat, dat idee. En nou ja. moet je maar meer betalen. Ik heb vandaag gewoon mijn website verlengd voor dik 200 euro. Okay. Maar ik moest toch nog veel meer. Want uh, de, de site zoals ik hem voor ogen heb, zeg maar, ja. met, met alle uh, content, alle, alle opslag... Ja, precies. Dan uh, moet ik even, heel even mijn, mijn rekenmachientje erbij pakken. Waar zit die? En dan denk ik toch even een beetje moet liegen. Ja, uh, dit yeah, is echt geen grappige prijs per jaar. 600 euro per jaar. Ah, shit man. Maar hoe komt ik dat zit... dan? Omdat je zoveel videocontent... Uh, nee, want die videocontent uh... zit op YouTube. Dus het, het gaat echt om die podcast en de fotografie natuurlijk. Ja, precies. En kan je, die, nee. kan, je die, uh, kan je dat dan ook niet extern uploaden, gewoon in je site link of zo. Ja, of dat, dat, dat zou kunnen, maar dan moet je eens ergens een hoster hebben waar je dat veel hebt en die ook je content kan delen. En dat kunnen de meesten niet, want de meest is gewoon opslag. Ja. Dus het is, uh, het is allemaal lastig en allemaal vervelend. En, uh, maar ja, ik vind die echt 200 euro is oké okay per jaar. Dat, dat ja. boeit me niet. Maar als het drie keer op drie keer zo duur opeens gaat worden en dan nog geen ongelimiteerde ruimte heb. Dan ja dat is wel dat uh, is wel heftig inderdaad en bouw ah, je sorry. heb je, je site zelf gebouwd of uh, heb je ook iemand voor die laat ik die laat ik bouwen door uh, Clayton Derby 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 uit uh, Suriname zijn oh. uh, Surin ze ja zijn goed Suriname Oké. okay maanden, ja. awesome. uh, Goede goeie vriend en uh, die uh, uh, ook epica fan helpt ah. altijd en yeah. die, uh, die bouwt uh, websites en die uh, de eerste al kan een keer de podcast. Nou, ik heb zoveel mensen al in de podcast gehad. Hè. Dat, uh, is het een ja. begin volgens mij? Dan moet ik dat even goed zeggen? Nummer ah, 18. Ja, 2018. Ja. Net voordat uh, podcast met Nina heb ik opgenomen. Oh, awesome. Ja, ja. ja. ja ik heb ook. Ik heb natuurlijk heel vroeger Heb ik uh, uh, social media design gedaan. En het zit nog altijd zo half in mijn hoofd. Dat ik ooit uh, ook nog een website, maar gewoon via WordPress, weet je. Ik ben echt geen. Ja, geen code girl, maar dat, dat is zo flexibel en er is zoveel vraag naar. Hè, ik hou gewoon van flexibel werk in general. Uh, en design <laughs> en zo uh, vind, ik, vind, ik echt, vind ik echt tof, weet je. Daar ben ik er niet in verder gegaan, maar dat vind ik echt al. vind ik echt gaaf. Eh. Uh, dus ja, dat staat ook nog. Ik heb zeg maar een lijstje van dingen die ik nog ooit wil doen. En dat staat er ook nog wel op. Om dan gewoon twee of drie thema's te leren. en dan dat aan te bieden aan mensen. En dan ondertussen gewoon uh, lekker in Suriname of ergens anders uh, te zitten in de zon. Uh, hij, hij is van Suriname en hij wil heel erg graag naar Nederland. Oh dus echt? Is, ja, uh, weet je, het is ja, altijd. Het is uh, meer uh, werk. Ja, dat, dat snap ik. Ja, maar ja, ja. aan de andere kant, mijn voordeel met, met hem is. Uh, als ik een probleem heb, zeg maar dan is dat meestal s'avonds. En dan tekst ik hem en dan is het dus bij hem nog uh, in de middag. Dus dan heeft hij nog tijd. Super handig. En als ik wakker word, is het probleem opgelost. Dus dat is super chill. Oh, relaxed. Dus ja, ik had net ook een tekst nice. over, over dit. Ik zei hem ook zeggen, ik zit gewoon met deze en deze issues. En dan gaat hij er zo meteen naar kijken. En dan is het weer opgelost. En dan, hey, als ik ja. klaar ben met dit, is alles gefixt. En zo, zo simpel kan het gaan. Ja, echt chill. En dat geeft ook wel wat, wat, wat voordelen, moet ik zeggen. Jij, ja. hebt, uh, jij zit op je laptop toch, hè? Ik zit nu op mijn laptop, ja. Ja, draai je laptop is iets meer naar uh, rechts toe. Zo? Ja, ja dat ligt, hè? Dat, ja. dat verschuift ja. je de hele tijd. Ja, dat is een beetje het idee van de zon, dat uh, alles verschuift. Ja, wacht, ja. ik kan die mic, die zet ik iets dat naar boven. precies voor. Ja, je had hem net al. Je had, je had hem net al. Hoppa. Oh, ja, ja. hé. Hey. Oh, Perfect. Oh. Uh, uh, uh. Nee. Ja, zie hij zie je beweegt te trekken. veel. Die zon die, 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 zon, die beweegt daar gewoon de hele tijd. Nee, dit is de mic die, die mic stand, als jij hem loslaat, verdraait hij net. Maar dit is, dit is prima, dit is prima. Dit is prima. Ja, toch? Nee, nou, dit, het was echt net heel goed. Ja, ja dit is, goed. Nice. Ja, het is toch goed. Voor de kijkers is dat toch fijner, hè? Ja, uh, ja dat is waar. Om het niet helemaal over te lichten kun je ook mijn, mijn eerste gitaar ooit zien. Ja, nu tik je twee keer tegen de poot van je tafel aan en daar is je mic <laughs> Ja, het moet uh, allemaal flexibel zijn. Een chirurg uh, in mijn ja. huis. Dus het is allemaal niet. Allemaal ja, uh... geen punt. Allemaal <laughs> geen punt. Ah, ik yeah. zie toch dat yeah. ik net 8 gigabyte aan foto's heb weggegooid. Nou, dat is toch wel positief. Nou, dat uh, is uh, heel knap, ja. Ja, nou nee, ja. Maar dus we hebben alle twee eigenlijk weer genoeg te doen. En we hebben. Ik ben. Wanneer was het? Uh, ik ben zondag wel nog naar de supermarkt geweest. En normaal ah. ga ik echt nooit op zondag naar de supermarkt. Ja. Maar ik moest nu echt wat hebben, want mijn doucheputje uh, stroomde over. Oh ja. Dus dat is super onhandig. En toen dacht ik van, ik ga er niet nog een dag mee wachten, want dan heb ik echt een probleem. Ja, precies. Uh, maar toen dacht ik, ik ga ook meteen voor de hele week boodschappen doen. En het was gewoon echt heel rustig. En ik denk, normaal op zondag is het echt gewoon taf, druk Ja, nou, ja. Dat was het niet, dus dat was heel chill. Uh, de meeste vakken waren nog steeds niet helemaal gevuld, maar ja, dat is, dat is oké. Okay. Nou, het uh, wc-papier is aangevuld. Daar ben ik ook achtergekomen dit weekend. Ik ben ook ja, af en Ja, ik af heb ik toch weer een paar rollen meegepakt. Echt? <laughs> nou ja, nee, het is meer... Uh, als ik zeg maar, maar dat is altijd al... als ik iets open maak, zeg maar... Yeah. De, de, een verpakking, dan koop ik de nieuwe. Dus ah. dan weet ik sowieso dat ik... nooit daarna weer misgrijp. En dat bij toiletpapier is dat wel fijn. En bij macaroni is dat ook wel fijn. Uh, ik heb ook altijd wel iets meer dan twee pakken melk staan. Weet je? Het is, er zijn er niet meteen tien, maar als je er drie pakken hebt... dan is het altijd... Ah, oh, je hebt de ene leeg. Dan maak je de andere open, dan is het nog steeds prima, zeg maar. Ja. En dan vul je daarna weer aan. Dus dan heb je dan, dan... Re, re, uh, hoe meet je dat? Never runs out. Dat is altijd wel fijn. Dat is een goed systeem. Ja, toch? Mm -hmm. nou, dat is misschien toch een beetje die, die inkopen wat ik altijd uh, <laughs> heb gedaan bij, bij de winkels. Dus gewoon zorg dat je niet zonder komt te zitten. En als het dan wel is, is het ook niet zo'n punt. Ik bedoel, sommige dingen heb je ook echt niet nodig. Maar, nee, dat is waar. Ja, dus ik op een gegeven moment heb je vier, vier van, die, van die pakken wc in staan, dat je denkt, nou dat hoeft ook weer niet, weet je? Ja. ja ik, was, je? ik was echt net voordat voor, uh, dit allemaal begon, de hele corona-crisis, was ik begonnen met boodschappen bestellen. Ik denk twee maanden van tevoren. Dat was zo chill, maar nu moet je dus gewoon twee weken, volgens mij, is de wachttijd, of was de wachttijd, ja. wachten voordat je weer kan, uh, ja, kan laten leveren. Dus dat is wel even balen. Ja, maar jij woont met z'n tweeën, hè? Dus jij haalt makkelijk die, uh, dat 50 euro, 75 euro bedrag, toch? Oh ja, joh. Ik, uh, ja. ik bestel 100 euro, denk ik. En dat doe ik er anderhalve ja. week of twee weken mee, zoiets. Ja, zie je. Ik, ik red dat niet. Dat, nee. dat krijg je als je alleen woont. Dan ja, is heb moeilijk. je gewoon minder aantallen nodig. En dan is die 75 euro drempel gewoon heel erg hoog. Ja, klopt. Het is wel verlaagd, volgens mij, hoor. Volgens mij is het bij Jumbo is het nu vanaf 25. We hebben geen Jumbo hier in de buurt. Ah, jammer. Ja. Nee. Nee, ik wil Eda zeggen, maar dat is er al heel lang niet meer. Nee, uh, dat is verleden uh, <laughs> <pleviteit. laughs> uh, nee, tijd. Volgens mij in Reuven is het Albert Heijn, Lidl en Plus, denk ik. Maar ja. Ja. Ik, 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 ik ga ook nog boodschappen doen hier. Ik ga altijd boodschappen doen in Roermond. Dus uh, dan heb je iets beetje, meer keus. Uh, ja. uh, veel meer keus. Zeker als het gaat om, om uh, Vega en Veggie-spullen. Ja, precies. In Reuven is dat één zo'n uh, zo triest uh, vakje <laughs> en dan uh, moet je het daarmee doen. Ja. En dan oh. is het uh, tofu, tofu en tofu. En daar heb je tenminste echt gewoon uh, drie volle, volle rekken vol, zeg maar. Ja, nou ja, hier is het ook best wel. Bij de Jumbo vooral. Of ja, Albert Heijn waarschijnlijk ook, maar daar kom ik zelf niet echt vaak binnen. Bij de Jumbo is het nu ook wel uh, best wel veel. Vergeleken met uh, wat niet vegan is natuurlijk uh, nog steeds weinig. Maar wel, uh, wel meer dan eerst. Ja, die Jumbo's wel uh, van die dingetjes toch? Van de vegetarische slager. Ja, ja, ja tonijn, Dat hebben ze bij de altijd uh, niet. Ze hebben, ze hebben echt wel veel keus, wat dat betreft. Wel, volgens mij maar drie verschillende merken. En dan wel best veel keus van die merken. Als je dat dan net weer niet lekker vindt, dan heb je weer pech. Uh, ja. Maar er zijn wel dingen in ieder geval. Nou ja, De groeiende keuze dat is altijd positief als het gaat om veggie en vega. En dit is echt het moment om al die dingen te gaan testen voor mensen. Zo simpel ja. is het ook. Ja, dus zeker waar. Ik doe dat ook hoor. Eén keer per week uh, proberen gewoon iets veggie. Ik vind sommige dingen echt, echt niet lekker. Dat dat echt zo'n zo zo droge... Uh, ja, uit don't know. Gewoon heel droog vind ik het dan. Maar sommige dingen zijn ook echt gewoon prima. Zijn bijna lekkerder dan het uh, dan, dan, dan normale, normale vlees, om maar zo te zeggen. Ja, maar ook niet iedereen vindt gewoon vlees lekker of op een bepaalde manier klaargemaakt. Dus ik bedoel, dat heb je met veggie en vega-spullen ook natuurlijk. Ja, ja dat is ja. niet zo gek. Ja, gewoon goede saus erop en uh, wat uitproberen. Ja, nou, ja, of geen saus, dat kan ook. Het ligt een beetje aan wat je het maakt natuurlijk. Ja, ja. ja ik, ben echt een, ik ben echt helemaal saus fanaat zeg maar. Dus, ja, echt? Ja, bij mij gaat het echt oh, overal wow. saus op. Mijn moeder vroeger, toen ik thuis, nog thuis woonde, die was altijd van... Ja, je gooit overal ketchup op, ah, je gooit overal appelmoes op, ah. of, of knoflooksaus, of, of, of whatever. En dat doe ik op zich nog wel, eigenlijk. Maar ik denk dat... dat moet Ja, ik denk dat dat komt omdat ik gewoon niet zo smaakvol kan koken. Want als mijn vriendin kookt, dan heb ik dat weer een stuk minder. Hey, dan heb ik zo inderdaad saus erbij. Maar als ik zelf kook, is het saus met eten in plaats van eten met saus. <laughs> dus ja, uh. misschien heeft het met mijn skills te maken. Uh, ik ga niet oordelen, want ik ga nog een keer bij jou eten, was het toch? Oh ja, ja, is goed. Dus dat, is dus goed. dat gaan we wel meemaken. Dan ga ik uh, vegan, vegan uh, burritos maken of zo. I don't know. Bestaat Afbaalen, dat? bedoel je? <laughs> Kan ook, kan ook, naar Johnny rap gewoon raps gaan kopen. Ja. ja, nou ik ben wel benieuwd naar die uh, Carpaccio uh, rap nu. Ja, die is echt, uh, die is echt super nice. Nee. Ja, het lekkere truffel, uh, truffelcrème oh, uh, erop. Hou op, hou op. <laughs> ik daar eigenlijk honger. Nee, Ik heb net gegeten, nee, ik heb net gegeten. Dus ik moet even kijken, hoe laat heb ik gegeten? Ik heb, uh, hoe laat is het terug? Zie je, dat soort dingen moet ik allemaal gaan tellen nu. Ja. Ah, uh, oh, nee, nee. Ik moet eigenlijk net eten voordat ik ga opnemen met Davy. Dus dat komt wel goed. Dus oh. ik heb nog wel iets, iets minder dan een uur moet ik eten. Ja, precies. Ja, nice. Ik moet iets doen, hè? Ja, ik hey, heb maar, ook uh, ik... eten hier staan. Maar, uh, ja, ja, je soort, was net iets aan het uh, wegnagen. Ja, een wat, soort wat goed uh, en duidelijk, ja. Een pizza en broodje. En ik was net op mijn balkon. Zolang er nog geen meubels staan, was ik uh, <laughs> uh, met mijn vriendin een spelletje aan het doen. Dus we hebben... Uh, ja, misschien vervelen we ons toch wel een beetje als ik hier nu over nadenk. We hebben waterballonnen gehaald... En uh, hebben dan, dan zitten we gewoon tegenover elkaar op een balkon. Met een, met een, met een waterfles zeg maar, op de grond. En dan doen we: uh, never have I ever. En uh, ja, als het antwoord uh, nee is, dan, uh, dan mag je dus met jouw waterballon op die andere zijn fles gooien. En dan word je gewoon nat. Ja, dan verveel je inderdaad. <laughs> maar het is wel leuk, het is wel gezellig. Zijn, zijn dat van die couple goals? Of wat zijn, is dat dan? Ja, nou, ik, ik weet niet wat het is. Maar uh, we hebben, of ja, zij heeft dit uh, vooral verzonnen eigenlijk. Uh, vanmiddag, even ja. snel. Ja, ja. ja. en vervult zich ook. Ja. Ja, ja dat, kan, dat, dat kan gebeuren. Hey, als ik naar de, naar, de, naar de agenda kijk, is het uh, komend weekend. Maar daar gaan, we, gaan we pas in de volgende podcast over hebben, Pasen. Mm -hmm. Maar dat betekent ook dat er uh, donderdag tijd is voor de Passion. Wat is dat ook Sorry. alweer? Dat was even een goede slok nemen. Ja. Uh, ja, er zit super uh, veel frambozen in mijn glas, dus dat is echt. Uh, ik zie ja, dat ik het... gokte echt dat er alcohol in zat, maar ik geloof je nu meteen. Nee, dat zit... Ja, en framboos, weet je. Je moet altijd. Oh, en framboos. Gezond en ongezond uh, mixen. Mijn Mike okay. doet op het moment helemaal niks meer qua. Uh. Nee, blokken van uh, van het zonlicht. Ja. Nee, uh, de, de passion is dat, uh, dat E.O. Uh, tot uh, door, uh, door een stad heen aan het uh, zingen zijn en zo. En het kruisend draken zijn. Oh. Dat zou dit jaar uh, in Roermond zijn. Maar ja, dat gaat oh. natuurlijk niet door. Dus ik ben wel benieuwd als ze volgend jaar alsnog naar Roermond komen. Want er is toch behoorlijk wat geld in geïnvesteerd. Ja. Ja, ik maar, weet maar, niet, uh, ik, volg er, ik volg het nooit echt of zo. Maar, maar jij hebt dus uh, niet, uh, niet even gemaild dat je mee wilde zingen in het koortje? <laughs> nee. Nee? Nee. Ja, je hoeft niet per se gelooflijk te zijn om dat te kunnen doen. Nee, dus ja, de backing, nee. Backing vocals. Nee, nee, nee. Of je moet daarvoor gaan en dan moet je het ook een beetje... Ja, daarin geloven vind ik... Uh, ik, ik, ik vind het een beetje raar als ik daar ga staan zingen, in, terwijl uh, in sommige van onze nummers die toch niet zo heel positief zijn naar... Uh, ja. Hoe naar zeg geloof? je dat? Ja. Ja, en naar geloof in principe. Ja. Ja, dan ga ik daar niet gaan staan zingen bij The uh, Passion. Hoe, hoe cool het ook kan zijn qua productie en zo. Nou, ja, inderdaad. Want dat, dat is vooral wat ik zo tof vind. Ja. De, uh, de productie eraan is zo immens. En het uh, is zo goed opgezet. En ja, je hoeft niet per se van al die nummers te houden. Of ja. vooral niet van die nummers te houden. Maar uh, het is wel altijd heel tof gedaan. Dus ik had, ik had er wel naar uitgekeken. Uh, misschien dat ik er dan ook zelf bij had gestaan dit jaar. Maar... Ja, 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 uh, ja. Nu gaan ze iets online doen. Ik weet echt niet, niet precies wat nou het plan is. Volgens mij gaan ze gewoon oude fragmenten uitzenden... dat het allemaal elkaar geplakt. Oh, ja, van verschillende edities of zo. Want ze, ze, ja. doen ze wel elk jaar dus hetzelfde? Gewoon paasverhaal of, uh, ja, nou ja, zo, of... ja, het verhaal blijft natuurlijk hetzelfde. Want ja. Jezus gaat nog steeds dood. Maar... Uh, 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 iedere keer zijn de liedjes natuurlijk anders. Ja. Oh, oké. Okay, dus die herschrijven ze dan? Of... Uh... Nou, nee, dat is gewoon een andere, andere keuze. Ah, oké. Okay. Dus uh, soms past het echt helemaal oké. Okay. En soms denk je, sommige mensen moeten dit gewoon niet zingen. Ja, dat is sowieso wel belangrijk. Hè? Als, als het nummer gewoon niet bij, de, bij degene past die het zingt, dan, uh, dan wordt het wel heel moeilijk. Ja, dat is, dat is uh, sowieso waar. En, uh, maar sommigen, het zijn allemaal van die Nederlandse uh, 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 klassiekers, zeg maar de ene wat bekender dan de andere, maar uh, wel allemaal uit het Nederlandse oeuvre. Ja. Yeah. En, uh, en dat past dan heel goed bij dat moment in het verhaal of bij die setting of wat dan ook. Oh, oké. Okay. En soms valt het, valt het, uh, dat puzzelstukje echt precies op zijn plek in andere, maar dan denk je nou, volgens <laughs> mij had ik wel andere keuzes kunnen maken. Maar ja, als je yeah. dat al zo lang doet, dan heb je natuurlijk ook al zoveel uh, um, uh, nummers gehad. Ja, yeah. ja, precies. Wat het wel weer lastig maakt volgens mij voor die, voor die makers om gewoon nog een vernieuwend te zijn, ja. Ja. Uh, ja, ja, ja. Het is, uh, het is natuurlijk niet ideaal soms, zal ik het zo zeggen. Maar dit is de. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiende keer zou dit zijn geweest. Oh, wow. Ja, dat is echt wel. Uh, is en echt de eerste keer af, uh, keken nog geen miljoen kijkers. En op het hoogtepunt uh, 3,6. Dus het is wel echt. Uh, ja, het is wel booming, zeg maar. Ja, vorig jaar 2,4 en ik denk dat ze dit jaar ook wel een, zo, een beetje een vergelijk, vergelijkbaar aantal hadden gehaald. Ja. Er zitten toch een beetje oké namen in, maar toch. Ja, het is, uh, het is een bijzonder uh, schouwspel altijd. Ja, ja ze, misschien, misschien pakken ze volgend jaar nog groter uit hè? als ze dit ja, jaar nu met... niet door kan gaan. Dan doen ze, ze meteen Pasen erbij nemen en dan staat Jezus meteen weer op. Ja, precies, hoppa. Ja, dat kan. Ja, dat kan. Dus dan hebben ze hebben alles in één avond gepropt en dan uh, kan de Pasa ook weer naar huis. Ja, nog meer special effects, maar paas eieren erbij. Uit de lucht vallen, uit het niets. Ja. Ja. Komt helemaal ja, goed. Ja, nou, ik weet het. Nou ja, het, uh, het, het verbaasde me destijds wel tot ze, tot ze Rommond hadden gekozen. Of tot Remond het heeft ingekocht, want zo simpel gaat het. Ja, precies. Uh, uh, en tot niet meer Maastricht dat was, maar ja. Als je daarna ziet dat Maastricht natuurlijk voor uh, uh, de, het uh, Songfestival wilde gaan, natuurlijk. Ja, 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 dat is een beetje gewoon een kwestie van uh, budget verdelen, natuurlijk. Ja, want in Maastricht had het ook zeker niet meer staan, hoor. Yeah, ja, ja, ik weet het niet. Maastricht uh, is een mooie setting, lijkt me. Gewoon een mooie stad, joh. Ja. Dus. Nou ah, ja, jullie hebben al flikken, hè? dat scheelt. Ja, we hebben al zoveel. Heb je dat? Dat, dat weet jij beter dan ik, dat, dat had ik ook kunnen vragen aan. What the fuck? Had ik ook kunnen vragen aan, aan Nina natuurlijk, maar. Uh, als vlekken Maastricht wordt opgenomen, ja. Dat is natuurlijk gewoon een periode. Ja. Merk je dat in de stad of niet? Uh, een... Oh nee, Het is een keer bij de buren van mijn ouders, eens een keer een. Uh... Inderdaad een aflevering, Er was daar zogenaamd die moord gepleegd of zo uh, in dat huis. Dus ik heb ik een keer een opname gezien/slash meegemaakt, maar uh, ja voor de rest in de stad eigenlijk nog nooit tegengekomen. Echt best knap, want uh, dit is al uh, 15 veertien seizoenen bezig. Ja ja ja, dus ja misschien zegt het ook het, je Ja, misschien zegt het gewoon niet over mij, hoor. Dat kan ook uh, dat ik gewoon ja. uh, meer naar buiten moet of zo. Maar nee nee, <laughs> dat, nooit uh, dat, nooit nooit gezien. Ik heb wel een meisje op Facebook die meewerkt aan die producties. Dus ik zie vaak. Uh, zie ik uh, inderdaad oproepen langskomen voor figura figuranten en shit. Maar. Uh, nee, voor de rest niet. Uh, niet echt last van gehad of gezien of whatever. In Maastricht. Ja, nou ja. ja ik, vind, ik vind dat nog steeds een hele toffe serie. Oh, jij, vo jij volgt hem echt al die seizoenen? Ja, 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 ja. ja. Ah. Oh. Oké. Okay. Happens, hè? ja. Ja, nee, ik heb wel eens een keer een losse aflevering gezien of zo op tv, maar voor de rest. Uh... Voor de rest niet? Nee. Ja, ja ik weet, weet niet. Je ik, al. Ja, ja, en ik heb, ik heb niet zoveel met Nederlandse series. Ik weet niet. Ik heb meteen als, het, als ik, zodra ik Nederlands hoor, vind ik er ook allemaal veel minder professioneel uitzien. Maar dat is waarschijnlijk gewoon, zit het gewoon in mijn hoofd, of het is misschien echt zo, I don't know. Nou, de, de, de enige wat nu in je hoofd zit is een lensvleer, maar verder. Uh, ja, ja, precies. Nee. Ja, dat is. Uh, de, ik ga. Het gaat. Dus de verlichting, Sharik. Dus ja, de verlichting ja, ja. Uh, die bij nee, mij ik, met uh, paase komt. Ik vind. <laughs> <laughs> met kop, ja. 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 Ja, uh, gaat, ja, dat klopt wel. Je gaat eerst vaak krijgen. Ja. En uh, dan uh, herreizen, Ja. Ja. Zie. Zo werkt dat. Ik heb Misschien wel, tot zondag uh, uh, alles is opgelost in de hele wereld. Wie weet. Ja. Ik heb wel drie bijbels trouwens, dus... Zo, ook ja. lezen. Uh, al als we daarvoor van lezen hebben, wacht even. <laughs> oh jee, ja, daar <laughs> komt-ie. Ik voel <laughs> hem al aankomen. Rick pastoor heb jij gewoon liggen. Ja. Heb je hem ook gelezen? Uh, mm, ja, nee. okay. jawel, maar... Uh, heb je hem ook geïmplementeerd? Dat vind ik dus moeilijk. Ik vind het echt serieus... Uh, als, als ik met één ding moeite heb, is het met uh, structuur, zeg maar... Uh, omdat ja, ik kan echt op het raarste tijdstip inspiratie krijgen en dan maak ik iets. En dan doe ik dat twee dagen daarna doe ik weer helemaal niks, bij wijze van spreken. Uh, mm. Dus dat is bij mij een beetje ran random. En ik vond bij hem wel hele goede. Ja, er stonden wel goede dingen in om, om wat meer structuur te krijgen, zeg maar. Om je, om je daaraan te houden. En om wat meer overzicht te hebben. En waar je mee bezig bent. En welke kant je op wil. Want ik ben vaak met heel veel dingen bezig. En op een gegeven moment. Ja, je meent het. Ja. Zeg ze terwijl zijn PlayStation is? Ja, ja, ja maar ik kan, het, ik kan het ook vrij goed. Uh, met veel dingen of met veel projecten tegelijk bezig zijn. Maar soms mm -hmm. uh, zou je dan net achteraf gezien. net ergens iets meer uit willen hebben gehaald. Uh, dan dat je, dat je had gewild. En dat is vaak gewoon een planning-dingetje dan. Of een, uh, of een. Oh, ik word neergesnijpt. Um, ja, vaak gewoon planning en structuur. Dat, dat het heel makkelijk uh, voorkomen had kunnen worden. Uh, als je gewoon iets meer overzicht op een bepaald moment had gehad. Dus dat, dat vind ik wel gaaf aan dat boek. Ik heb nog echt niet alles geïmplementeerd. Geïmple uh, wel, toen ik hem net had gelezen... Want ik heb hem al een tijdje liggen. En toen heb ik hem een keer, moest ik uh, twee keer naar Amsterdam. En ik lees super snel. Dus dan had ik hem meteen uit. En denk van: ja, oké, okay, dit, uh, dit is zo vet. En dan doe ik dat twee weken. En dan zwak dat weer af, zeg maar. Uh, ja, dat is, dan mis je toch die uh, accountability die partner. Hè? Ja, ja, precies. Ja. Uh, nou ja, kijk, dus die, die, die structuren, de, ik, uh, ik doe dat nu al zo lang, en niet vanuit zijn boek eigenlijk, maar gewoon op een gegeven moment van, vanuit mezelf. Yeah. Ik heb zoveel verschillende kleuren in mijn agenda staan, dat ik ook meteen zie en weet wat er uh, gedaan moet worden, zeg maar. Dat yeah. ik weet welk onderdeel het is, en zeker als je al meerdere projecten hebt, is dat super makkelijk. Ja. Yeah. En alles plannen. Ja. Yeah. Echt alles wat je doet, plannen. En uh, uh, dat hoort ook allemaal in je agenda te staan en niet in je mailbox, dus Mensen die mij een beetje volgen op Insta, die zien ook vaker een foto van een lege mailbox. Ja. En dan krijg je vaak reacties. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, gewoon zorgen dat je mailbox leeg is. Het is niet zo moeilijk. Er hoeft niks heb, in te staan. Maar je hebt, je hebt, je, jij categoriseert dan gewoon alles, neem ik aan. Want ik heb heel ja. vaak mails dat ik denk van, ja, dat moet ik nog even kunnen, kunnen opzoeken. Maar jij ja. haalt het gewoon uit je inbox en je categoriseert ja. het ergens in. Oké. Okay. Je inbox is net zoals je brievenbus, weet je. Daar laat je ook niks liggen. Ja. Ja, nee, snap dat is ik. Gewoon, een leeg map vakje, en dat tot je het daarna verdeelt en een andere zet dus niks mis mee dus je kunt ook gewoon prima een, een mailbox hebben wat je dan noemt tot je die nog moet doen of letterlijk een to-do noemen ja uh, alleen moet je dus ergens een activiteit inplannen tot je een to-do maakt om die mailbox leeg te maken en als je dat nou één keer per dag doet of wekelijks of wekelijks dat maakt niet uit maar dat moet je dan weer ergens noteren dus uh, vaak heb ik gewoon met mails dat ik weet ah oh, ik moet dit nog lezen dat staat in deze mail ja Hè, ik weet dus automatisch dat dat dan onder dit kopje staat, want dat is die activiteit. En dan maak ik een to-do aan op mijn to-do-lijst... Ja. om die mail te lezen. Maar dan is die wel uit mijn inbox. Ja, precies. Ja, en zo ja. hou je iedere keer je inbox leeg. En als je dan een, een meeting hebt... of je moet echt tijd inplannen om iets te gaan doen... Hè, dus wel op die videoclip van Mala. Ja. Ja, ik kan dat nu doen. Of ja, nu niet. Maar ik kan dat vannacht doen. Ik kan dat morgen vroeg doen. Ik kan dat zondag doen. Dat maakt niet uit. Alleen, ik moet dat ergens doen. Dus dan maak je daar een tijdslot voor... En dan zeg je van oké, okay, ik plan het gewoon in op in dit geval donderdagavond. Wat waarschijnlijk wel donderdagmiddag gaat worden. Um, maar dat is de tijd die ik ervoor heb. En als ik niet klaar ben in die twee uur, dan plan ik het voor de volgende keer weer in. Ja, precies. En Als je het wel een deadline hebt, dan moet je je deadline erin zetten. En dan moet je zorgen dat je dat hebt. Maar ook op het moment dat je dus gaat barbecuen. Uh, dan plan je het in, zodat je weet dat je niet iets anders kan inplannen op dat moment. Waardoor je dus niet meer hoeft na te denken over het feit dat je nog iets had kunnen doen. Ja, 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 ja snap ik. Ja. En dan ja. kun, je, kun je veel beter bezig zijn met het ding waar je mee bezig wilde zijn. Want anders blijft het ergens in je hoofd bezig zijn. Want zelfs nu, ik heb gewoon mijn werk afgemaakt voordat ik ging wandelen. En ik had een planning. Ik heb een, als ik terugkom van de van wandelen, heb ik een uur de tijd om te douchen, te eten en mijn mails weg te doen. En dan begint deze podcast. Ja dat heb ik dan ook gedaan, waardoor ik dus nu niet hoef na te denken over allemaal mailtjes die ik binnenkrijg, want die zijn er niet, want die waren al weg namelijk. Ja, precies, ja, dus uh, ja. dit is echt ideaal inderdaad, en dit zou ik ook moeten doen, dan zou ik echt mijn productiviteit vertienvoudigen nog. Uh, ik heb wel deels met, met mensen waar ik in, in projecten mee werk, ik heb een superhandige app, die volgens mij is, komt die zelfs uit dat boek To Doist, ik weet niet of je die ook ja. hebt misschien, die gebruik ik. Ja, ik heb... En uh, uh, ja, dan, dan kan ik gewoon heel uh, snel zien, vooral uh, bijvoorbeeld voor de, voor de baas van Focus Center. Doe ik bijvoorbeeld voor zijn YouTube kanaal doe ik af en toe wat ondertitelingen en zo. Uh, Voorzien ook. Eén, uh, omdat ik dat gewoon echt tof vind om te doen. En twee, omdat eigenlijk al super lang op mijn andere to-do-list stond om zijn filmpjes te kijken. Maar ik kwam daar dus nooit aan toe. Dus toen had hij een oproep staan van, hey, ik zoek iemand om te ondertitelen. En toen dacht ik van. Oké, okay, nice. Ik ga gewoon en. Uh, ja, dat voor, dat voor hem doen, voor, voor hem werken. En ik uh, heb meteen al die filmpjes gezien, die ik dan indirect ja. Ja, direct gewoon zie. Top, dus... top combinatie. Ja, ja precies. Ja, dus uh, wij hebben ook uh, gewoon een projectje aangemaakt. En daarin zie ik, zie ik precies wanneer hij wat gaat publiceren. Dus uh, wat wanneer ondertiteld moet worden. Uh, en ja, dat werkt gewoon echt op. Weet je, um, ik, ik ga meestal dinsdag of woensdag, dus morgen ga ik bijvoorbeeld ook weer een filmpje ondertitelen, omdat ik heb gezien dat over twee dagen gaat hij gaat online met een uh, ja, nieuw topic. Dus dan, uh, dan moet ik die ondertiteling voor die datum erin hebben gezet. Ja, het is een, een, hele, een heel handig boek uh, als je het uitvoert. Zal ik maar zeggen, ja. je hoeft niet alles uit te voeren, want dat is sowieso niet. Dus ik raad dat boek wel echt aan voor mensen die ook zeggen: Van ik heb geen idee, maar ik wil weer ergens beginnen. Ja, nou, ik begin gewoon met dat boek te lezen en dan vanuit die gewoon ook per hoofdstuk kun je gewoon heel makkelijk uh, naar volgende items toe gaan. Ja, precies. En dan gewoon per onderdeel implementeren. Ik heb het boek ook gewoon nog niet uit, maar ik weet of ik weet, ik merk gewoon aan heel veel dingen en dat, dat kwam ik nou van de week ook weer tegen. Ik doe al heel veel. Alleen heb ik dat nergens geleerd. Dat ben ik gewoon op een gegeven moment zelf gaan doen. Yeah. En totdat het dan misschien iets anders werkt of op een andere, uh, op een andere app. Want heel veel mensen die klagen natuurlijk over al die Apple dingen. Maar ja, het voordeel van al die Apple dingen is dat alles wel synchroon is. In welke computer ook inlog. Alles yeah. blijft gelijk. Klopt. Uh, dan denk ik ook van ja, ik wil best things kopen. Of, 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 uh, of wat is dat? wonderlist, of weet ik veel wat. Ja. Yeah. Maar Apple heeft dat ook. En misschien is het wel niet zo uitgebreid als die apps. Maar met wat ik doe, kan ik hier voorlopig mee uit, weet je? Precies. Ja. Dat is ook een beetje het voordeel van niet met al te veel mensen aan één project hoeven werken. Dus je hoef ook niet alles te delen. Nee, nee, dat is ook denk ik echt, echt super belangrijk. Weet je, want als, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar WhatsApp of naar Facebook Messenger. ...in hoeveel groepen word je wel toegevoegd waar je eigenlijk qua info die je nodig hebt helemaal niks te zoeken hebt. De mensen delen zoveel info die gewoon niet uh, gedeeld hoeft te worden, in principe. Uh, uh, nee, maar dat doen we natuurlijk wel zelf net zo hard aan mee. Ja, dat je daar mee doet. Of wat bedoel je? Ja. Ja, zing. Ja. ja, maar ik, ik, ik gooi mezelf wel... Dat deed ik vroeger niet, omdat ik dan dacht van... Ja, maar dat is wel niet zo aardig of zo om uit bepaalde groepen te gaan. Nu, uh, zodra ik weer toegevoegd word aan een app... Denk van, is dit efficiënt of is dit niet efficiënt? Heb ik hier iets aan en deze ja. communicatie? Niet per se heb ik iets aan deze mensen of zo. Totaal niet. Maar heb ik iets aan deze uh, communicatiegroep? En als het antwoord nee dan ga ik er ook gewoon weer uit. En dan leg ik dat even uit aan uh, degene die uh, mij heeft toegevoegd. En ja, dat, dat zorgt wel voor veel ja. meer uh, rust, om maar zo te zeggen. Ja, nou kijk, deze tijd, voor iedereen die thuis zit, het is een hele mooie tijd om ook uh, eens een keer door dat soort dingetjes heen te gaan. Want uh, WhatsApp slaat natuurlijk ook heel veel dingen op. Ja. Um, uh, open je gewoon je chats en ga dus swipe naar beneden. En dan staat er gearchiveerde chats als je die al hebt. Ik, ik archiveer alles. Ik heb maar twee mensen uh, die standaard in mijn chatlist staan. Uh, en de rest is ook allemaal gearchiveerd, altijd. Yeah. Dus pas als iemand mij iets tekst, dan staat hij dus weer op het scherm, op het beginscherm. En dan antwoord ik, of ik antwoord niet, en dan swipe ik het weer weg naar gearchiveerd. Dus het zit nooit in mijn beeldscherm, nooit in mijn letterlijke beeldscherm. Uh, als ik het open. Ja, ja, ja. Dat is dus dat, super dus dat geeft ook een stuk, meer, uh, een stuk meer rust, zeg maar. Maar toen ging ik daar ook wel eens een keer doorheen. En ik zit nu volgens mij op nog op, op 90 chats die in de gearchiveerd staan. Omdat dat ergens een keer belangrijk is geweest. En waar ik van af en toe denk van: oké, okay, kan dit al weg of nog niet? En dan vooral bij telefoonnummers die niet in mijn lijst staan. denk ik: oh, ik moet hem nog even bewaren, want ik moet die nog ergens op mijn contactlijst zetten. Dus eigenlijk moet ik nu een to-do aanmaken. dat ik dat ga opschonen. Ja, precies. Ja. En dan, als je dat op een gegeven moment opgeschoond hebt, dan kunnen ook die chats weg. Want die chats zijn niet meer belangrijk, maar dat telefoonnummer is belangrijk. Ja, precies. Ja. En hoe lichter die app is, hoe beter het ook weer. Hoe schoner is en niet al te veel data op je telefoon hebt staan. Ja, perfect. Het kan allemaal voordelen hebben. Het heeft allemaal voordelen. Dat is zeker waar. Maar zodra je het ook weer even laat, laat liggen, zeg maar dat opschonen en dat uh, ja, alles uh, archiveren, om maar zo te zeggen, dan. Uh, ja, dan, dan voelt het ook weer heel snel alsof het einde weer zoek is. En dan denk je van, ja, oké, okay, laat maar dan. Tenminste, daar heb ik nog wel eens last van. Dat ik me dan echt wel even bewust moet herpakken of zo in, in zo'n dingen. Ja, het is dat automatisme uh, aanmaken in je, in, je, in je brein, zeg maar. Dat je dat standaard doet. Ja. Ik heb op een gegeven moment, uh, vooral voor mijn agenda en voor, voor mijn to-do-list, zeg maar. Ja, op een gegeven moment ben ik daar zo in dat ik dat gewoon altijd doe. Het is ook echt gewoon, ik maak mijn agenda open en zoals vandaag... Oh, ik had om tien uur een afspraak. Uh, of ik in ieder geval, uh, iemand wilde een afspraak inplannen om tien uur. Ik zei, ja, is goed, geen probleem. Dus ik plan die afspraak in. Dan krijg ik een mailtje van iemand. Oh, ja, we hebben om tien uur een afspraak. Ik zei, uh, nee, dat stond niet in mijn agenda. Weet je, zo simpel is het ook. Ja. Staat er niet in? Is het gewoon niet gebeurd? Nee, precies. En die, ja, maar we hebben altijd op dinsdag om die. Nee, die afspraak hebben wij niet gemaakt. We hebben afgesproken dat we daar contact over zouden hebben. Weet je? Ja. En tot we dat regulier hadden. Ja, uh, ja, ja. En ja. uh, fysiek klopte dat wel, want dan was het altijd om tien uur. Maar nu, ja, we kunnen iedere week wel gaan overleggen, wat voor mij prima is. Maar ik vind het aan de ene kant zonde van mijn tijd soms. Ja, klopt. Uh, zeker omdat ik maar een paar uur per, per week nog meer uh, mag werken, zeg maar. De rest is natuurlijk vanuit uh, uh, tijd uh, uh, gekocht nu. Ja. Dus dat betekent dat ik daar alweer een uur extra aan kwijt ben. Dus minder tijd heb om dingen te, te maken waar ik nu eigenlijk tijd voor moet maken. Dus dat heb ik nu morgen vroeg gezet. Dus ja, dan ben je weer aan het schuiven. Maar ik zeg ik ook van ja, oké, okay, dus voor volgende week plannen we dit alvast in. Dus ik heb nu voor de meeting die ik vandaag heb gehad gepland dat we volgende week een uur later gaan. Want dan kan ik dat op die manier inplannen, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. En, en zo loopt ook wel je agenda vol. Het dat, dat heeft voor- en, 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 en tegend. Maar op een gegeven moment weet je wel, en ja, voor mij loopt dat, uh, tot voor kort liep dat heel ver door. Inmiddels is het iets rustiger in mijn agenda. Ja. Um, uh, kon ik heel ver vooruit kijken, want alles stond eigenlijk ingepland. Dus dan wist ik ook gewoon heel ver op voorhand. Uh, en dan vooral voor die, voor die dagen toen ik daar in Maastricht ben, naar de bioscoop, weet je. Dan plan ik gewoon mijn maandag vrij. Maar dan weet ik wel dat al die dingen die ik maandag moet doen, opschuiven naar andere momenten in de week. Ja, precies. Ja. ja. Maar dan weet je wel precies waar je wat kan doen. En dat, dan ben je heel effectief aan het werk omgekeerd. Ja, klopt. Ja, ja dat, dat effectief is vooral een. Uh, vooral, denk als je met creatieve shit bezig bent, is gewoon echt super belangrijk. Want. Ja, je blijft heel lang hangen of heel snel hangen in een bepaald project of een bepaalde afspraak die misschien op dat moment helemaal geen prioriteit is, zeg maar. Um, ja. Dus dat vind ik eigenlijk het grootste voordeel aan, uh, aan het hele systeem wat jij, uh, wat jij opnoemt, om gewoon ja, het overzicht uh, te houden. En, oh, ik ga winnen, jongens. Ik zit hier. Ah, nee. Ja, hebt... Nee, shit. Nee. Ik ben echt gewoon ik weer... een geluid. Ja. ik heb het hele uur nog geen geluid gehoord en Nu opeens hoor ik allemaal schietpartijen. Ja ik, ja, ik weet niet. Volgens mij wordt dat geluid ook zo iets harder. Als dat zeg maar de spanning ja. opbouwen, Er zitten echt van hele kleine dingetjes in het spel. Wat gewoon die krijg je in je zin, hoort het hele ding niet meer. Ja, nee, ik hoor het hele ding niet. Inderdaad, ik kan gewoon het geluid zelfs gewoon helemaal muten. Mute. Ja, maar niet uit. We gaan, uh, gaan toch een beetje richting de afrondende fase. Ja, ja. Want die Q-talk zou maar een uurtje duren. En daar zitten we nu al uh, aan. Dus dat is, uh, dat is helemaal prima, toch? Ja, nice. En hebben de mensen misschien ook nog wel wat opgestoken over het feit dat je je tijd gewoon goed moet indelen. Ja. En uh, tot jij ook zegt van, uh, als je naar buiten wilt om een bankje te kopen, dan mag dat mensen. Maar wel met afstand. Gewoon afstand houden. Ja, handjes wassen, afstand houden. Afstand. En uh, <laughs> ja, ik rij gewoon overal met, uh, met, met, met de auto even naartoe dan. En dan stop ik voor de deur. En uh, ja... Dat eigenlijk niet, uh, ja. niet te veel in het wild rondlopen. maar ja. je mens tegenkomt. Ja, het, 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 hetgeen wat ik aan het doen ben met al dat gewandelen en gerend. <laughs> kan ook, ja, maar, maar kan de ook met afstand toch. Ja, nou ja, ik hou wel afstand. Maar vandaag kwamen weer een paar van die oude mensen. En die gingen gewoon midden op het pad fietsen. Toen ik denk, je hebt weer een hele kant vrij. Ga daarheen. Ja. <sighs> ja, I know. dat ja. je denkt... Ja, nee, ik ben ook niet zo om dan opeens te gaan kuchen in iemands gezicht. Dat wil ik ook niet doen. Nee. Ja, toen dacht ik van, als ik mijn hand uitsteek, dan is het in ieder geval een halve meter al, weet je. Mm -hmm. uh, dan liggen zij wel van de fiets, maar ja, dan heb je wel een halve meter gewonnen. Ja, precies. Maar, oh man, echt waar. Mensen, je, allemaal geen probleem dat je op de fiets gaat, maar je hoeft niet met twee langs elkaar te fietsen. Nee. En zeker niet als je ziet dat iemand anders aankomt lopen, die ook al aan de kant gaat. Dat is waar, dat is waar, een dat is waar. Help allemaal een beetje. Oké, okay, uh, wij plannen voor vrijdag een nieuwe datum, uh, nieuwe, uh, nieuwe, uh, een nieuw moment in. Ja. En dan gaan we gaan kijken naar het uh, weekend en kijken hoe deze dagen door zijn gekomen. Precies, ja. Uh, buiten gamend. Ja, gamend, en, 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 ja. En, en, oh, gamend. Sowieso. En, uh, opdrachten doen en dan uh, tot, de, tot de volgende Q-Talk denk ik, hè? Ja, zeker. Tot, uh, tot vrijdag Ho en dan uh, gaan we even vooruitblikken. Hadden wel een ding hoe we gingen afsluiten of ga je nu gewoon dat logo proberen na te doen. Of hoe werkt dit? Dat logo, oh ja, ja. <sweak> Met een mooie django, gratis of niks. Net op dat moment klik ik op stoppen. <sweak> ja, <fuck. sweak> nou ja, okay, De audio liep nog uit. door. De audio liep nog door, dus dat scheelt.